goed voorbereidt, geeft meer plezier en meer veiligheid. Zorgt u er dan ook voor over een goede conditie te beschikken. Deze kunt u verkrijgen door elke dag de skigymnastiek te beoefenen. Bedenk daarbij dat u beter spierpijn in de herfst kunt hebben dan een gipsbeen in de winter. Skikleding moet u beschermen tegen koude en sneeuw. Vergeet niet een skimuts, skihandschoenen of skiwanten aan te schaffen. Zo'n oude en slappe skischoen met een kromme zool waar u lekker op kunt lopen is ongeschikt voor de skisport en ook ongeschikt om aan uw kinderen te geven. Zulke schoenen kunt u het beste direct weggooien. Huur of koop een goede en stevige schoen om veiliger, maar vooral ook beter te kunnen skiën. De keuze van uw ski hangt af van uw skivaardigheid, de snelheid waarmee u skiet, uw gewicht, lichaamslengte en leeftijd. Heeft u weinig of geen ervaring, probeer dan eens een zogenaamde kurzski. Deze kortere, iets bredere ski geeft meer plezier, snellere vorderingen en meer veiligheid. Raadpleeg voor de juiste lengte van uw skis een goede wintersportzaak of een tabel over skilengte. Waar u die kunt krijgen, hoort u in een van de volgende tips. Bij een goede skischoen en een goede ski hoort een goede veiligheidsbinding. Metingen hebben echter bewezen dat 80% van deze bindingen niet goed zijn afgesteld. Wilt u het werkelijk goed hebben? Ga dan naar een wintersportzaak die uw binding afstelt met een testapparaat. Kunt u zo'n winkel niet vinden? Vraag dan inlichtingen bij de Nederlandse Skivereniging in Den Haag. Neemt u de skis mee op het dak van de auto? Bescherm dan skis en binding met een hoes tegen vuil en stof van 1000 kilometer autobaan. Deze maken een binding al snel onbruikbaar. Onze ogen, lippen en huid vragen om extra aandacht in de wintersport. Voor de ogen is een goede zonnebril noodzakelijk. Voor de lippen bestaan er speciale crèmes en de huid moeten we beschermen met een goed zonnebrandmiddel. Ook bij bedekte lucht is er nog zoveel ultraviolet licht dat bescherming noodzakelijk blijft. Uw vakantie kan volkomen bedorven worden door allerlei tegenslagen zoals diefstal, verlies van bagage, skibreuk of zelfs een beenbreuk. Vergeet dan ook nooit u hiertegen van tevoren te verzekeren. Door de skiliften kunnen we op één dag veel skiën. Komt u echter koud uit de lift, begin dan niet onmiddellijk aan de afdaling. Veel beter is eerst warm te worden door een aantal oefeningen te doen, door te lopen of door een stukje omhoog te klimmen. De eerste dagen en vooral de derde dag moet u zich niet te veel inspannen. Uw lichaam moet zich eerst aanpassen aan de grotere hoogte. Bedenk daarbij dat overmatig alcoholgebruik extra vermoeidheid geeft, slechtere reacties en grotere kans op ongelukken. Wilt u nog meer weten over wintersport? Dan is er de Nederlandse Skivereniging in Den Haag. In het lidmaatschap is een wintersport- en bagageverzekering ingesloten. Daarnaast ontvangen de leden het blad Ski met informatie over skikleding, skicursussen, skitabellen, nieuwe materialen, skitochten en nog veel meer. Tot slot, een goede reis en veel plezier in uw wintersportvakantie.